Ik ben live. Goedenavond iedereen, goedenavond, goedenavond. Hallo dames en heren, alles ertussenin en alles wat leeft, ademt, twee longen heeft. Twee longen of één? Zeg je, ik heb één long? Nee, je hebt twee longen, hè? Twee longen. Je kan ook één long hebben. Ik heb ooit gevoetbald met een jongen die had één long. En die zat in mijn voetbalteam. Dat was sick. Die deed altijd die deed voor de helft mee. Is geen grap. Klinkt heel, heel grappig, maar het was geen grap. Shout out hem, man. Ik weet niet hoe die heet. Maar hij had rood haar. En had één long. Dus shout out hem. Maar ook shout out jullie. Dat jullie er zijn. What's up? Goedenavond, Diana. Naomi. Yvette. Natas. Yo Gaming. Lorraine. Elroy. Bobere. Wie wil nog meer? Rasha. Remco. Moortje. Hallo, hallo. Goedenavond. En ook goedenavond, Erik. Goedenavond, Milan. Alweer een maandje erbij. En nog veel maanden en jaren erbij. Hey Enrique, goedenavond. En fijn om te horen dat er nog een jaartje bij komt zelfs. Veel maanden en jaren. Daar moet ik nog wel bezig zijn. Dankjewel Enrique. Dankjewel voor de 3 maanden lid worden. Wil jij ook lid worden? Dat kan. Er is een grote knop en dan kun je op drukken en dan word je lid. En dat kost geloof ik van €3 tot hoeveel jij wilt betalen. €3 is het goedkoopst. En wat doe je? Wat gebeurt er met dat geld? Nou, heel simpel. Daar worden games van gekocht. Daar worden de moderators van betaald. En wat overblijft, dat gaat naar mijn portemonnee. Vet, sick, dope, cool. Voordelen die je krijgt wat emotes in de chat, je krijgt een parkeerbordje voor je naam met hoeveel maanden je geabonneerd bent of lid bent. En je krijgt toegang tot de exclusieve Discord, waarin ik de laatste tijd aardig wat aanwezig ben, man, om lekker te chillen. Ik heb gisteravond nog even, gisternacht eigenlijk zelfs, heb ik met iemand nog gewoon uit de Discord van leden lekker FIFA gespeeld, man. Dus ja, man, dat. Goedenavond Duncan Hof en JM Skills, Donna de Haas, Rihanna de Rack. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Volgens mij is vandaag Dierendag, toch? Ik dacht dat het Dierendag was vandaag. Dus ik dacht speciaal daarvoor gaan we gewoon autobaan politie simulator doen. Want het is Dierendag. Goed. Maar gefeliciteerd aan alle dieren. Vet dat jullie er zijn en dat jullie leven. Als ik aan Dierendag denk, denk ik aan één ding. En dat is heel simpel. Ik denk dan aan dat ene konijntje wat toen is overleden door de postbezorger. Bedankt voor de leuke stream, hart. Ga weer lurken, overwinningshand. Dat was zo'n pakketje, die werd over de schutting gegooid en die kwam op het konijn. Auw. Goed. Bo, dankjewel Bo. Dankjewel voor de 3 maanden... succes met lurken. IGA hier ook 3 maandjes op naar de volgende. Rick Versandvoort, dankjewel voor je 2 maanden. Welkom terug bij het lid worden van de knol. En Yo Gaming, wat is op man? Dankjewel voor de 3 maanden op naar de volgende, zegt hij. Dankjewel, ouwe. Thanks, man. Thanks, bro. Wil je mijn naam zeggen? Wil je mijn naam noemen? Ik heb je chatbericht gelezen, maar ik ga je naam lekker niet zeggen. Hey, ik ben deze week in Tiel. Woont er iemand in Tiel?
dan ben ik daar deze week. Ja? Leuk? Vrijdag, volgens mij, ben ik in Tiel. Ja, zeker. Vrijdag ben ik in Tiel. En zaterdag ben ik in... ik weet niet waar. Ik weet het... Gameforce, waar is dat adres? Jaarbeursplein. Wat is dat? Utrecht? Ja, dat is Utrecht. Oh, dat is lekker vlakbij. Nou, dan ben ik daar. Zaterdag ben ik op Gameforce. Dat is een big gamebeurs. Leuk. Dus, mocht je er ook zijn... hallo. Ja, dus dat. Ik zie ook donaties binnenkomen, maar ik zie ze niet in beeld komen. Is het weer kapot? Moderator? Ik zie een haar hier. Ik heb haaruitval. Oh nee, ik word oud. Dankjewel voor de donatie, Sander Bosboom. Oh, zo. Wat een timing, bro. Alsof ik het de toekomst zag. Ziek. Dankjewel, Sander Bosboom. En ook Juna Verbraak, die komt zo meteen wel in beeld, denk ik. Met de 6 euro. Jeetje. Juna Verbraak, dankjewel voor de donatie, de superchat. Fijne Happy Dierendag. Happy Dierendag. Het is eigenlijk voor mij een soort speciale dierendag. Want mijn achternaam is Knol. En Knol, dan denk je misschien aan het platteland. Maar nee. We gaan eens even googlen op Knol. Laten we dat eens doen. Oh, wacht. Ik moet eens even dit doen. En dan... Happy Dierendag. Oh, daar is hij. Happy Dierendag. Knol. Als je Google op Knol... Is natuurlijk het eerste is Enzo Knol wat ik zie. Logisch, hè? Ja, oké. Waarom? Waarom? Moeder Enzo Knol. Oké. Droevig nieuws. Oké. Wat is de knol? Dat is een verdikte ondergrondse wortel of stengel van een plant. Ja, dat wisten we. Maar is de knol ook een paard? Knol kan verwijzen naar een deel van een stengel, deel van een wortel. Maar het is ook een informeel synoniem voor een paard. Dus het is eigenlijk ook mijn dag vandaag. Haha. Dat dacht ik. Goed, hoe sick is dat? Wat staat er in de Wikipedia over knol? Ja, stengel, deel van de wortel... Paard. Het is een bedrijf. Het is een plaats. Project. Oké. Okay. Een voormalige wierde, boerderij. Knologie. Aangeduid met de Nasdaq tickerknol. Tickercode knol. Wat? Oh, dit is nog niet... dit is geen pagina nog. Oké. Okay. En hier staan allemaal personen. Ik sta hier ook! Ik sta... Wat cool! Henk Knol. Dat is mijn opa. Hé? Oh. Wat leuk, alweer 3 maandjes. Gefeliciteerd met je 2e verjaardag. Lig een streepje laf. Hé, hey, Nicky, dankjewel voor de 3 maanden. Dankjewel voor de felicitatie van mijn 2e verjaardag. Inderdaad. Jij hebt het door, dankjewel, man. Mijn opa heet Hendrik. Henk Knol. Maar dit is hem niet. Hé? Hey? Wat? En dit is hem ook niet? Wat gek. Maar wat cool. Een Nederlandse videomaker. En wat staat hier? Bij Enzo Knol. Een Nederlands vlogger. En hier staat een Nederlands videomaker. Hé, hey, en weet je... Ik weet niet of het er al op staat. Ik denk dat het er niet op staat. Het is echt lang geleden dat ik hier ben geweest. Nee, mijn muziek is niet geüpdate. Dus dat is wel jammer. Privé is ook niet geüpdate. En... mijn nieuwsdingen zijn ook niet, of mijn bronnen zijn niet geüpdate. Verder is er ook helemaal niks geüpdate vanaf 2020. Want, er komt binnenkort bij dat ik stemacteur ben. Hey, gewoon een film ingesproken, bro. Dus er komen nog wat dingetjes bij, maar iemand moet dat updaten. Iemand die met Wikipedia macht heeft. Dus die dingen aanpast en die dat goedkeurt, zeg maar. Want je kan het ook zelf aanpassen, maar... Dat heb ik al 100 keer geprobeerd toen ik ooit een keer op Wikipedia wilde komen. Bro, ik werd elke keer genegeerd. En toen ineens had ik een Wikipedia-pagina uit het niets. Dus ik dacht echt, oké, cool, sick. Maar goed, dus als er iemand kijkt van Wikipedia... Oké, okay, kun je maar mijn pagina aanpassen? Ik heb aardig wat nieuwe dingetjes gedaan.
Goed, Milan, het geluid. Ja, je moet even refreshen als je geen geluid hoort. Maar ja, dat kun je wel zeggen, maar je hebt geen geluid. Dus cool. Vet wordt dat. Heel raar, want het geluid doet het wel. Het geluid komt gewoon binnen. Badibidibubabab. Ja, het komt gewoon binnen. Dankjewel voor donaties kwamen weer binnen, volgens mij, hè? Ilja, met 2 euro. Welke game van vroeger zou je graag... Of zou je terug willen zien? Welke game van vroeger zou je terug willen zien? Bro. Ik zie de toekomst. Nou, Ilja. Hey Milan, groetjes uit Groningen. Mijn mopshond heeft al wat lekkers gehad. Fijne dierendag. Naomi! Jij ook fijne dierendag. Ik heb wel slecht nieuws. Ik kom zometeen bij je terug, Ilja. Want Naomi, ja, jij hebt een mopshond. En die zijn wel heel schattig. Maar ik heb wel doorgekregen dat je dus niet meer honden mag fokken die geen lange snuit hebben. Dus dat kan betekenen, denk ik, dat binnen nu en 12 jaar, 15 jaar, er misschien helemaal geen Franse bulldogs, mopshonden, wat hebben we nog meer, een bulldog überhaupt, die mogen volgens mij dan niet meer, ook niet meer gefokt worden. Dus dat is vaag. Vaag. Het is goed, want de dieren worden altijd ziek. En je moet altijd naar de dierenarts daarmee. Om dezelfde problemen. Ze lijden inderdaad te veel. Sommigen hebben zelfs hele bolle ogen, dat ze hun oogleden niet dicht kunnen doen, zag ik. Heel erg zielig. Dus je hebt nog een uniek exemplaar. Je hebt een soort dinosaurier in huis, Naomi. maar zorg er goed voor. Fijn om te horen. Dankjewel voor je 6 euro. En Ilja, de game van vroeger. Ik vond Halo altijd heel erg vet. Maar daar hebben ze alweer een nieuwe van gemaakt. Dat is Halo Infinite. Dus die vind ik cool. Maar wat ik vroeger ook heel cool vond, was Lemmings. En ik heb nooit een nieuwe Lemmings gezien. En als je Lemmings niet kent, bro. Dat snap ik, want ik ben heel oud. Dit is Lemmings. Het zag er zo uit. Dit was Lemmings. Oh, ik kan het nog spelen. Wat is dit nou weer, joh? Ik kan spelen. Oh, wat is dit nou weer? Mijn hele jeugd komt ineens helemaal terug. Play. Oh jee, wat gebeurt hier? Oh, ik kan Lemmings spelen. Wat is dit nou weer? Dit is het. En dan moest je... wat moest je ook weer doen? Graven moest je. Oh, wacht. Hoe moest het ook alweer? Oh ja, hij moest dan graven, dat was het. En dan moest je hem ook laten graven. En dan ging je hem ook gewoon laten graven, waarom niet? Ja, dan vallen ze naar beneden en dan moest je ze naar het einde lokken. Dat is het hele ding, dat is het hele spel. Dit hebben ze nooit, dit zou ik wel willen remaken. Kijk, en dan lopen ze naar het einde toe. Plip, 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 plip. Nou, dat was het. En dan had je allemaal levels. En dan kon je het ook opspeeden, leuk, vet. Wauw. Wat een game. Wauw. Dit is... Ja, man. Dit is het. Goed. Hey Milan, weddenschap 100k like geef ik je gratis en persoonlijk kapsalon. Een weddenschap van Ghostkiller. Met de 15 euro, gast. Wat wil je nou precies? Je wil 100.000 likes, dan geef je mij een gratis en persoonlijk kapsalon. Weet je hoeveel ik kan, kapsalons ik kan kopen van 100.000 likes? Weet je hoeveel ik daarvan kan kopen, bro? Helemaal niks. Likes levert niks op, man. Nou, goed. Maar hey, dankjewel voor je 15 euro, bro. En 100.000 likes, tel alle likes bij mijn kanaal op elkaar. Ja, ik weet het. Hij is al 9 jaar, maar hij is heel gezond. Naomi, ik geloof je. Ik geloof je meteen. Je mopshond is 9 jaar, heel gezond. Ik geloof je. Ik wens je het beste. En fijn dat hij gezond is. Want die korte snuithonden, die hebben het maar te lijden. Goed, je hoort al spannende muziek. Dat betekent dus dat ik een intro ga maken voor onze video livestream die we vanavond gaan doen. En dat is de Autobaan Politie Simulator 3. Het is een beetje gemengde reviews. De laatste reviews zijn wel positief, maar het is een beetje verdeeld. Sommigen zeggen van het is leuk, anderen zeggen het is kut. We gaan er zelf achter komen. Dat vind ik fijner.
Dat vind ik fijner. Hey, shout-out als je, shout-out naar jullie bulldogs. Jullie Engelse bulldogs, Franse bulldogs, mopshonden. Shout-out naar jullie, man. Het zijn hele schattige honden. Het zijn heel cute. Maar ja, ze hebben gewoon vaak medische problemen. En dat is een beetje zielig. Zielig. Ja, inderdaad, Hanks. Shout-out jou, Hanks. Heb je vroeg gespeeld toen 12 was? Lekker man, Sebastian. Lekker man. Onbeschoft. Lemmings was een mooie tijd. Klopt. Oké. Okay. Als volgt. Ik neem de video op. Jij kan in de chat neerzetten. Ik zet je grootste geheim in de chat over dieren. Zeg bijvoorbeeld, ik heb ooit een konijn geschopt. Lees toch niemand. En dan zit je zo ineens hier in de chat in het intro van een YouTube video. En dan heeft iedereen het gelezen. Cool. Goed. Ja. Mooi. Hallo, vandaag ga ik Autobaan Politie Simulator 3 spelen. Waarom dit deel 3 is, geen idee. De reviews zijn een beetje gemengd, maar ik wil het zelf oordelen. Ik ben vandaag een politieagent op de Duitse snelweg. Wauw, kan niet wachten. Laten we de game gaan spelen. Of niet? Wat een mooie intro, zeg. Maar dankjewel voor je donatie, Naomi. Dankjewel. Ik ben een half uurtje weg, want ik ga een Belgisch tv-programma kijken waar ik verslaafd aan ben. Gelukkig ga je deze livestream altijd terugkijken. En de video's worden altijd geedit. Bewerkt. Dus je kan altijd checken van... Yo. Waar was ik gebleven? En dan kun je weer de livestream... checken. Oké. Autobahn Police Simulator. Fantastisch dat we weer een simulator game hebben gevonden... die gewoon weer kutter is dan de rest. Kan niet wachten. Zo. Ik heb ooit een knol geslagen. Jean-Paul, ik ben het niet helemaal eens met jouw statement. Maar goed, ieder zo zijn dingen. Nieuw game. Nieuw game. Polizei. Het is wel helemaal Duits. Aufmachen. Kan jij Duits? Mijn opa die is Duitse leraar geweest. Ik kan een beetje Duits spreken, ja? Maar ik ben niet een natuurtalent. Goed. Wat voor karakter wil ik zijn? Ik kan er maar 3 kiezen. Nou, change gender. Ook maar 3. Oké, goed. We noemen die guy met die hoodie wel. Wat? Ja, boeien. Oké, daar ben ik. Ben ik een politieagent? Of word ik nu aangehouden? Hallo, du bist mijn collega. Glad to see I wasn't forgotten. How could we? Your last day of duty was etched painfully into everyone's memory. I know. It's the same for me. Some of us didn't think you'd come back after the accident. I mean, that was quite a story. Nah, I've only just started here. I'm not quitting my job that easily. Sounds like you've already made plans. Are you planning to catch the racers yourself? You mean you're planning to catch the racers yourself? I'm not. I'm sorry, I don't have better news for you. These guys always seem to be one step ahead of us. If that's the case, why are we still hanging around here? Why should well, we that's around here? A proper work ethic. Put on your uniform and come and see the governor. Okay. Nou, mooi Duits accent hebben ze. Come around here and come see the governor. Het is duidelijk ingesproken door een Engelsman, maar goed. In de locker room heb je iets van kleding. Okay. Oh, wat? Oh, ik loop ook heel statisch. Wat vet. Oh, kijk maar gliden. De politie was binnen. Peter, thanks voor dit mooie politiealarm. Ik ben een politie! Du bist niet grappig! Genau! Ja? Aber ik heim mijn pak aan! Oké, ik zeg maar wat, joh, gasten, weet ik veel. Open. Ah, daar gaan we. We krijgen les even over wat we moeten morning, doen. Governor. Good morning. There you are. Welcome back. Did you have a good time recovering? I am back in shape again. Just took a while, unfortunately. However, I would feel even better if you'd let me take this case. I want to put a stop to the races. I certainly understand that, but I can't allow it. I beg you.
They almost killed me in one of their competitions. They stop at nothing and nobody. Waar gaat het over? That is exactly the point. You don't have enough experience yet to take on these people. I have to agree with the governor on this one. They're a whole gang of criminals. Ja, with your criminals. Current rank, you wouldn't stand a chance, even if today. Ik heb echt geen idee waar ze het over hebben, houden, echt niet. What can I do on my first day? En waarom is hier zo'n stolen vehicle report? Rare lup. That would be a good place to start. Okay. Will you take the case? Ja, ik doe dat wel. Play tutorial mission. Omit tutorial mission. Ik weet niet wat het is. Omit. Gaan we voor een diefstal of gaan we patrouilleren? Gaan we voor een diefstal? Okay. Let's make sure that the owner gets his vehicle back. Who am I working with? Hasn't anyone told you yet? You two will be working together. Oh, dat is mijn collega ook. Leuk. Okay. And what about? Oh, come on. I'm not that unbearable. Let's go. Okay. Okay then. Do we just shoot off, or is there anything else I have to be briefed on? Of course there is, and I never just shoot off. Shoot well, off? Die... Mijn guy wil meteen schieten, man. I am allowed to, aren't I? For now, as long as you stick to the highway code. Okay. All right then, moving on. So, a classic traffic check? Yeah. Understood. I'm driving. I'm driving. Yes, ik rij, vet. Gaat over politiezaken, dat begrijp je toch niet. Je hebt gelijk, ik begrijp inderdaad politiezaken ook niet. Maar kijk ook hoe ik ren, kijk dan. Alsof ik moet poepen. Oh jongens, jongens, ik moest scheissen. Ik moest scheissen. Pieter, waar is dat toilet? Waar is dat wc? Wc? Oh, Pieter. Oh, ik moest een poepie, dikke poepen laten. Ik heb geen idee. Hey, got a minute? Ja. Zeven lubbers. Lubbers, dat is een beetje als je lubbert. Dat je likt aan iets. Lekker man. Dankjewel Stefan Lubbers voor het lid worden. Zij zei, do you have a minute? Wat moest ik doen dan? Ik kom eraan, ik moet wel poepen. I've got a little job for you. Oh, leuk. Wat dan? What's up? While you're on patrol, you pass by the emergency phones along the motorway, don't you? Ja, zeker. Dankjewel man. Are they still used? Considering everybody's got a cell phone these days. There are thousands of calls from these phones every year. They're definitely worth looking after. Wat raar dat mensen nog steeds bellen langs de weg. Met die dingen. Nou goed. Ik weet niet waar ik heen moet. Denk hier. Yes. Ja, ik kan ook rennen. Ik kan ook rennend poepen. Ik kan ook... Oh, kijk hem. Kijk me lopen. Dit is niet hoe iemand loopt. Dit is niet hoe iemand loopt. Oké, okay, goed. Dit is mijn wagen. Is het een Volkswagen? Of is dit een BMW? Het is helemaal niks. Het is een X. Goed. Kan ik zo erin? Ah. Ja, klaar. Goed. Activeer de sirene met N. Even onthouden, chat. Want ik ga dit wel te vergeten. B, blue light. Sirene N. L is licht. Oké, okay, dat kan ik wel onthouden. Q en E. En dan H. Oké. Okay. B, blue light. Ja. Oké. Okay, ja. I got it. Oh, zo. Die reageert fel. Moet hier rechtsaf. Het is oranje, toch? Dat mag, hè? So, what's been going on while I've been away? How come you are my rechts. Partner now? There have been no major arrests or spectacular cases recently, and well, you'll have to ask Becca why he put the two of us together. Just make sure you don't sound too enthusiastic. Otherwise, people might think that you would much rather have a partner with more. Wat praten zij goed Engels? I just have to spend some time getting used to you. And already we have something in common. If it continues like this, we're sure to become besties. Hey, zonder yeah, autobaan right. 120, maar no way dat we dat gaan doen. F1. F1. F1 is de map. Waarom krijg ik dan ineens... What? To stop someone, drive in the same lane en druk tab. Ah, oké. Okay. Ja, paper control. Oké, okay, dit kan ik zo meteen wel lezen, toch? Ja, dit krijg ik lees ik zo meteen wel. Kom maar goed, ik weet echt hoe ik hem moet aanhouden, bro. Ik ben het zo vaak aangehouden al. Ja, ik doe mijn sirene aan. Hij heeft al in zijn broek gepoept. Aan de kant, jij. En dan doe ik tap. Wacht, moet ik eerst ernaast rijden? En dan tap. En dan doe ik...
Weet ik veel wat ik dan doe, gast. Hij heeft al in zijn broek gepoept. Ja, klopt, Naomi. Wacht, misschien moet ik niet die lamp aandoen. Ik ga er wel voor rijden. En dan doe ik... rij ik er nu voor? Ja. Tap. Stop de auto. Hey! Hey! Hé? Ik wou een stopteken geven. Hoe moet dat toch? Er stond, ik moet ernaast rijden. Flag down. Wat is flag down? Stop. No vehicle nearby. Nou, ik zie toch echt een vehicle. Stop. Ja? Too far away. Maar hoe kan ik achteruit kijken dan? Sta ik stil? Hey, 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 hey! I do the stop sign! Hé? We zijn in dezelfde lijn. Wat zeggen jullie nou weer? Hallo? Meneer? Dit moet ik niet doen, hè? Aller? Nee, Matrix. Ja. Oké, ik ga ervoor rijden. En dan doe ik... Stop. Stop. Ja, dat is goed. Heb je... Stop. Oké, okay, blijf in de buurt. Blijf in de buurt. Heeft hij het gezien? Denk ik het nu goed? Ja, ik deed het nu goed. Oké, okay, ik moet in dezelfde lijn blijven. Oh, oké. Best nog wel lastig. Follow me, bitte Falligan. Nou, dat is een teken wat Don de Jong denk ik vaak heeft gezien in zijn RSS, maar goed. Hallo! Ik ben een politie en ik wil uw rijbewijs inzien. Good afternoon. Good afternoon. Did I do something wrong? I've stopped you for a check. Ja, ik wil even check papers. Please show me your license and registration. Oh, Muller, Enrico. Ja, ja, ja. Je bent er, volgens mij ben je aan de drugs, of niet? Om je ogen te zien. Select the two markers. Ja. Die, vehicle class. En die. Wat doe ik nou? Oh, wacht, hier. Muller, name. Ja, oké, die is geconnect. Gezicht met gezicht. Is geconnect. Yes. Vehicle met die. Is het allemaal goed? Everything looks fine. Oké, okay, en nu willen we... investigate vehicle. I will check your vehicle and the boot. Please wait a moment. Mag dat zomaar? Mag dat zomaar? Oké. Okay. BMW. Nee, BML. BML? Check where the car lights are working. Ja. Ja. Werkt allemaal. Switch view. Oh. Eén headlight doet het niet. En nu? Weer terug. I'm back. We are almost done. Ik ben er weer. alcohol. Zal ik alcohol even testen? Do you agree to a breathalyzer test? I can't avoid it anyway, can I? Nee, kan niet. Je moet het maar gewoon doen. Hier, zuigen. Lekker. Ja, lekker man. Lekker. Lekker. Meneer, het is een breathalyzer. Je hoeft alleen te blazen. Je hoeft hem niet zo... Je hoeft niet zoals gisteravond te doen. Goed. Is hij goed? Ja, hij heeft geen alcohol. 0.0%. Very good. En nu? Conclude check. Drugs? Ja, misschien drugs. Heb je drugs op? Have you taken any drugs or other intoxicants? I would never do that. Dan moeten we kijken naar het lichaam. Forehead. Nou, je hebt gewoon een prima voorhoofd. Ik heb ze groter gezien. Moet je maar eens bij elkaar kijken. Nose, prima. Mouth. Nee, het is allemaal goed, joh. Ziet er gewoon clean uit, hoor. Alright, I believe you. Conclude. Ga ik hem een boete geven? Ja, hè? I have to impose a fine. Zo, wat ben ik boos ineens. Ik moet een fine. Oh, hij had nog iets gedaan.
Oh, ik heb iets fout gedaan omdat hij deed een alcoholtest, maar dat hoefde ik eigenlijk helemaal niet te doen. Oké. Okay. Oh, hij is ook alweer verdwenen. Goed, met de zon verdwenen. Ben ik weer collega? Ik moet nog steeds poepen. Maar ik ben er. Oh. Goed. Zitten we dan. That was obviously not a success. What do we do now? Keep driving. The vehicle we're looking for has to be somewhere. Oh ja. Calling all cars. The stolen car has been sighted. That must be ours. Okay, we'll get him. Yes. Shot one. Can you get us a position where the car was last sighted? Here you go. But you have to hurry if you want to catch up with him. Understood. Put your foot down. Oh. Now I may? Yes, you may. Get a move on. Ja, hup, 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 hup. Sirene aan. Ook geluid? Maakt het wel echt, hè? So, we are partners now. We've been through. Milan, je weet wat blazen betekent in het Duits, hè? Just keep your eyes on the road. Ja. I can drive and talk at the same time, can't you? I can, believe it or not. Small talk is just not really my thing. I would never have noticed. Oh, hier rechts. That's why I mentioned it. Mm-hmm. Hoppakee, dit gaat goed, man. Dit gaat goed. Oh, shit. Oh, 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 oh. Rij is een beetje gek. 110 door de bocht. Okay. Hey, see that car over there? That's the one we're looking for. All right, here we go. Oké, okay, here we go what? Kan ik ook naar achter rijden? Ja, toch? Alleen, als ik een beetje rem, dan rem ik meteen zo hard. Wacht, ik ga er wel achter rijden en dan doe ik het. Of gaat hij er nu vandoor? Nee, toch? Oh, wat is dat? Oké. Okay. Stopcar. The driver stopped is escaping. Ah! Waarom? Observe the progress of the chase at the top left of the screen. After the car chase, park near the fugitive so you can arrest them. Oké. Okay. He's trying to get away. Get in front of him, you can cut him off. Oké, okay, we gaan ervoor. Aan de kant! Aan de kant! Waar, ik kan niet... Hoe kan ik achter me kijken? Oh, zo. Kijk hem. Wat doet hij? Zo, die is echt zwaar aan de drugs. Ik nu onthoud, een geintje is leuk, maar je kunt ook te ver gaan. Aan de kant, dat aan de kant! Dat is nog leuker. Wat? Hoe doe ik dit? Wat moet ik doen? Waarom hoor ik allemaal muziek? En nu? Hij is stil. Wat doe ik nu? I am arresting you for hindering a police inquiry and for leaving the scene of an accident. No, yeah. The joyride was worth it anyway. Arra, arra. Pa, pa, pa. Lekker voor je, man. Je hebt een helm op, dat is wel goed van je. Maar I got your ass, man. Hey. One less criminal on the streets. Dispatch. This is dispatch. We've got the car thief and the stolen car. We're bringing him in. But the car will have to be towed away. Understood. We'll take care of it. Thank you. See you soon. Oh, daar is de auto. Well, not too bad for your first day. Nee, that zeker niet. Almost sounded like a compliment. Because it was one. You stopped the stolen vehicle almost professionally. So, still only almost. There's always room for improvement. If you say so. Oh, er zit iemand achterin. Nu. Dat is die arrestatiegast. Oké, okay, cool. Wat gebeurde er? William van Dijk kwam met een 10 euro donatie. Hey, knol, onthoud. Een geintje is leuk, maar je kunt ook te ver gaan. Dat is nog leuker. Dat je bijvoorbeeld zegt van... ja, je konijn is dood. Dat is dan een geintje. En dan zeg je, nee, een grapje. Ik heb alleen het nekje omgedraaid en toen zo ermee gegooid als een zeurde boelbal. Dat is dan nog leuker. Ja, 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 ik voel je wel. Ja, die snap ik. Goed. Naomi, dankjewel voor je 2,50 euro. Ik ga morgen moeten werken, was leuk. Ik moet morgen weer werken, was leuk. Dankjewel, Naomi. Werk ze morgen. Werk ze. veel plezier en dankjewel voor jullie donaties. Bedankt. Goed, we moeten weer rijden, want we moeten de crimineel naar de bureau brengen. Naar de bureau, naar het bureau. Hey, hallo, goedemorgen. Je gordel? Mooi. Oké, 50 moeten we hier, maar dat doen we niet. We zijn politie.
Dus wij mogen doen wat we willen. Wij staan boven de wet. Helemaal niet. Je staat helemaal niet boven de wet. Nou. Hé, hey, collega. Brandweer. Kijk nou, joh. De wielen doen wel een beetje raar, vind ik. Als je F drukt, rijd je sneller. Den Bos, wat een ontzettende goede tip. Zal ik eens F drukken? Kan niet, want dan stap je uit de auto. Maar wel leuk bedacht, Den Bos. Ik ben geen kaak die daar in dat soort dingen stapt. Met spatie, met The Wild. Ik weet niet of je dat herinnert, maar goed. Dankjewel voor je donatie. F in de chat, man. F in de chat. Oh. Zo, die handrem werkt goed. Dunkelbach Oberfelkau. Het is rood, hè? Dus je moet gewoon wachten. Laat het eerlijk zijn. Ah, kijk, daar kunnen we. Yo, dat wat ze in Duitsland hebben, dat van rood, oranje, groen, dat moeten wij ook hebben in Nederland. Hoe vaak het groen is en dan ik mensen denk, oh. En dan pas dat ze wat gaan. Nu, als je oranje ziet, kun je al gaan. En dat is zoveel chiller, want dan op groen ga je precies. Dat is top. Maar goed. Zet de brand weer langs de weg? Waarom zou ik dat nou weer doen? Hey, collega. Oh, zo, de meter motor. Dat was helemaal geen collega. Dat was gewoon een vrachtwagen. En ik botste er iets te hard tegenaan. Zo. Hoe heb ik dit gedaan? Huh? Ik zweer het je. Die handrem die is echt strak. Die staat er goed op die remschijf. Zo. Drift is met dat ding. Ja, dat deed ik dus net. Dat was mijn drift. Ik ben een agent, ja. Ik had misschien mijn agentenoutfit aan moeten doen. Die heb ik wel. Oh, hier moet ik eraf. Hoppa. En dan moet ik hier links. Waarom? Wat is dat voor iets geks? Ik ga dat gebruiken in de achtervolging straks. Ik bedoel, kijk hier, als ik rij en dan dit, ineens zo. Wat? Wauw, Aerosoft presents Autobahn Software Simulator. In Den Bosch heb je stoplichten die aftellen. Je lult. Echt? Wat ziek. Yeah! Mijn eerste crimineel. Haha! Hallo, poepcollega. Hallo. Feels good to have made the streets safer, doesn't it? Absolutely. That's why it's so good to be back at last. Even though you now have me as a partner. I refuse. Now that you mention it, maybe I should ask the governor to assign me another partner after all. Don't bother, I've already tried. He thinks we're made for each other. Oh, yeah. Sure. So, what's the next step? Wow, ik had gewoon een keuze om iets te zeggen. We pick a particular assignment. In any case, there's always enough to do. Okay, cool. Wow, dit heb ik goed gedaan, of niet? Hier. Time of the car chase. 45 seconden. Nou, toch wel goed gedaan. Ik heb een rank omhoog. Cool. New ranking. New rank. Progress. Wat is dit? Alt. Ik klik op Alt of zo. Wat doe ik nou weer? Oh, ik moet even poepen, jongens. Ik vind het zo raar hoe die loopt. Niet normaal. Bureauraume. Ja. En hier zijn hier missies, denk ik. Ja, hier is een missie, maar daar kan ik niet klikken. Car chase. Oké, die heb ik gedaan. Die heb ik gedaan, ja. Street cleanup, roadblocks, kan ik allemaal nog niet doen. Waarom geeft hij mij die optie dan? Een koeienmoord? What is wrong? Start. Wat is aan de hand? Kan ik met hem praten? Wat wil ik tegen hem zeggen dan? Hey, what's up? Hoi, helemaal niks. Ik klik het mogelijk jou aan. Okie en Mimi. Yo, shout-out jou, Troy. Okie en Mimi, dat is echt een spel. Milan speelt Okie en Mimi, is dat het? Een oud spel. Waarom kan ik hier bij die mevrouw niet even binnen? Ik wil even een kop koffie met haar drinken. Een knappe dame natuurlijk, hè?
Goed, get in your car, daar gaan we. Oh, even rennen. Dubbel tap, harder rennen. Get in the car. Zo, hij was er ook ineens. Hij spande gewoon naast mij. Vet. Calling Foxtrot 1. Yeah, Foxtrot 1, it's me. Yes. Oh, ik kom eraan. Understood. We'll head over there and check. We'll head over there and check. Koeien los, koeien los, koeien los. Koeien los. Make room, make room. Onderkant, onderkant. Hoe zeg je dat in het Duits? Onderkant, onderkant. Onderkant. Augtung, Augtung. Er is een koe los aan die straatstraße. Zo'n mooie windmolens, daar links. Prachtig. Oh, pas nou op, jongen, mafklapper. Yes. To the left, hier zo. Zo, ik sprong gewoon. Wat gebeurt er? You hit an object or car. Ik heb nog helemaal niks gehit. Ik heb nog helemaal niks gehit. Oh, nu pas. Oké, okay, bedankt, hè. Bedankt. Rem. Oh, wat een drift, bro. Zag je dat? Ziek. Ziek. Aus dem weg. Het lijkt wel scheidhouding simulator. Is dat alarm misschien iets te hard? Is die sirene te hard? Is die sirene te hard? Augtung, Augtung. Hier, ik kom. Moi, oké. Okay. Foxtrot 1, I'm coming in. I have more detailed information for you now. Yes. According to the caller, a herd of cows is causing chaos. Cows. It looks like there are quite a few of them. Yes. Understood. Understood. On the side, on the side. I see, there's already going to be a file. But I'm here. Oké. Okay. Dit gaat goed, toch? Die zijn daar gewoon in de wei. Wat gebeurt hier? Hij is en aan het bellen en aan het flesje. Wat een ongelofelijke maloot. Oh, tuurlijk. Hey, that's my boot you're trying to drive into. My boot. Niemand zegt dat. What oh, jee. Are you doing? You can drive, can't you? Jeez, watch out! That's dangerous! Just some woman driving way below motorway speed. I was gonna say that... Cool. Tuurlijk! 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 Ja! Waar kijk ik naar? Hoe kan een auto rijden en ineens zo in de lucht zitten? Wat is dit voor een game? Oh mijn god. Oh, dit is echt niet goed hoor. Dit is echt niet goed. How many people are involved? Ja, I'm 100 meter away. We'll get back to you. Ik ben er, ik ben er. Oké, okay, laten we even checken. Let's get to work. Ja. Easy for you to say. What are we going to do with the animals? Schieten. Let's just make sure we don't provoke them. The best thing to do is to secure the accident scene first. Okay. Oh yes. That'll definitely stop the cows. Very funny. Well, we gaan hem heel gesprek aan terwijl ze daar met koeien op de weg staan. I'll join you in a minute. And be careful, animals are unpredictable. Will do. Oké. Okay. Wel leuk op Dierendag dat er ineens een paar koeien op de snelweg staan. Oh nee. Goed, F, open the trunk. Traffic cones. Ja, oké, okay, dat is wel cool. Heb ik dat ook? Joh, dat heb ik ook gewoon. Kijk joh. Moet ik ook even een, wat moet ik nog meer hebben? Wat was het eigenlijk?
Oké, traffic cones. Ja. Hoe plaats ik die? F. Ja. Ja. En hier. Ja. En doe maar hier dan eentje. Oké. Wat moet ik nu doen? X. Om een foto te maken. Hey, lachen meneer. U staat in de file. U heeft niet eens klanten. U staat erop. Oh, ik moet zo hier een foto van maken. Ja, gedaan. Oeh, lekker. Mooie uier. Well, you're a beauty. So calm and level-headed. My partner could easily cut a slice from you. You're right. Not zeker. In the literal sense, of course. You could stay nice and in one piece. Och, hij is ook gewoon echt met hem aan het spelen ofzo. Wat de fuck is hij aan het doen, gast? Hier, aan het doen. Oké, okay, dat is één foto. Doe ik een foto of Stefan? Dat klopt. Oh, dit is betekent inzoomen, denk ik. Dit is uitzoomen, zo. Ja, ik heb hem. Ja, mooi. Met die koe ook. Ja, ja, oh, bijna. Ja, hebben we ook. We moeten nog een paar foto's maken. Goed, neem het alle tijd, alle tijd. Wat loop jij raar ook. Een scheidag. Hier moet er iets maken. Foto, ja, heel goed. Hier nog een stuk. Goed, oké. Hallo man. Oeh. Moet ik ook een foto van jou maken? Oké, wacht. Accidents open met C. C. Oh, die zat daar inderdaad. Wat moet ik dan daarheen slepen? Oh, zo. Oh ja. Huh? Oh. Die stond hier. Ja, die staat hier ongeveer. Oh nee, die staat aan de zijkant. Hier helemaal. Toch? Volgens mij wel. En dan, wat is een wreckage? Dat ligt hier. En die andere, die ligt hier. Of hier ergens of zo. Ja, ready. Niet goed? Hoezo is dit niet goed, gast? Hier ergens ligt toch die shit? Oh, die ligt daar. Deze ligt daar, oké. Okay. En waar staat die auto dan? Oh, daar. Oké. Okay. Ja, ja. Vet. Ik weet niet waarom ik ineens een puzzel moest oplossen. Nu moet ik een confession. Dan moet ik zorgen dat ze iets hebben gedaan. Dat is aan de kant, domme koe. Oh, kijk, ik kan hem aaien. Hey, she likes that. Cool. Oh, je gaat letterlijk koeien aaien, terwijl dit één groot probleem is in een lijpe file. Dat is het laatste wat je moet doen, maar goed. Hallo mevrouw. Hallo. Can I ask you? Of course. It's good that you're finally here. What happened here? This fellow here happened. It's a miracle that no one was seriously injured. Observation. I couldn't agree more. Did you manage to observe anything I else? I couldn't agree right, more. How I get that fellow was talking on the phone? Because that's what he was doing. Did you see how the accident happened? And then there were suddenly cows all around. Yeah, we'll sick. Find out exactly what happened. Don't worry. Thank you. Okay, we gaan even kijken wat die meneer zegt. Hello. Mr. Weiss, right? You bet I can. Well, I'm rushing to an important meeting and suddenly this creature is standing in front of me. So, you crashed because of the cows? Ah. How exactly did that happen? Well, how do you think? The stupid cow was standing there in front of me. Yeah. I was scared to death and yanked the steering wheel around. Cows don't just suddenly appear out of nowhere. We'll ask you a few questions and then we're sure to learn more. Meneer, zat u toevallig op uw telefoon? The witness noticed that you were using your mobile phone while driving. Is that why you did not see the animals? Rubbish, that's not true. Tuurlijk is dat niet waar. Oké. Nou, ik doe wel even. I find that hard to believe. After all, believe what you like. I'm not saying another word. We'll include this in our report for the time being. Oké. Goed, je bent er nog niet helemaal bij, vriend. Maar goed, kom erop terug.
Het is heel verleidelijk om hier in een bosje te gaan schuiten, denk ik. Maar goed, ik blijf toch even doorlopen. Collega, ik wil met je praten. Hallo. The animals belong to a certain Janina Noidor. The animals. She should be here shortly. All right. And what do we do with the cows in the meantime? We send them back where they... Sure. Because such a... You're not supposed to ask... Okay, we doen Shua. Oké, wat moeten we doen? Haal die koeien weer weg. Nee, andere kant op. Kom hier, deze kant op. Shoo. Hoppa. Goed zo. Ik voel me zo'n hond, weet je wel, die dan op de... Achter die schaap aangaat. Hop, shoo. Hop. Nou, ik heb nog nooit gezien dat dit werkt, maar goed. Toe. Wegwees jij. Van de weg af. Bro. We beginnen met jou. Hup. Run! Terug. Hup, terug. Ja. Be a good girl. Is het niet zo dat, zeg maar, koeien elkaar volgen dan of zo? Wat is dit voor rare animatie ook? Ik heb er in ieder geval twee. Hup. Hup. Run! Dit is zo raar dat dit werkt. Natuurlijk, gast. Really good at this. Tuurlijk! Een koe impressed. Die over het hek heen springt. Hoger dan waar ze vandaan kwamen. Tuurlijk. Goed, gaan we weer. Blijkt dat het begin van een mop er stonden koeien op de weg. Ja. Inderdaad, ja. Nou, hup. Move jij. Ik heb ook maar 1 minuut 30 om dit op te lossen. Wat is dit dan weer voor onzin? Waarom zit hier ineens een tijd aan? Terwijl ik complete gesprekken aanga. Ik heb hele kinderboeken vertel ik tegen mijn collega. En dan moet ik nu ineens gaan haasten. Voor wat? Wat een ongelofelijke onzin. Kom je dus even hier. Run! Andere kant op. Pakbeest. Mooi. Goed. Dit is goed. Nee, niet die kant. Oh... Die kant op. Ja. Heel goed. Over. Push. Move. Hop, move. Ik heb ze bijna. Het gaat goed, hé, dit. Waarom krijg ik geen melding dat je live gaat? Ik heb geen idee, mama Laura. Wat vervelend. Ik heb een belletje aan. Hup, toe. Move. Move! Nou moet je stoppen hoor, Milan. Domme koeien grappen. Kan door de koerbos niet meer zien. Hup, gaan. Let op die jump. Wait, yo, is net jackass. Sick. Wauw. Ja. Goed. Mrs. Newdorf, we've been waiting for you. Can you please explain us why your cows were walking across the motorway? Oh, dear God, this can't be true. Oh, de boerin. How did that happen? Tell us. Surely the cows didn't work it out all on their own how to get out of the field. Well, nee. There must be some reason. Well, thanks for your help. Okay. Goed, er is dus geen shit gebeurd. Okay, ik moet dingen opruimen van de weg, dat is duidelijk. Wat is dit nou weer dan? Oh, dit is koeienstront. Oh mijn god. Oh, nice and clean. Much easier with a broom. Broom. Hoe kom ik aan een broom? Oh, ik liep over die poep heen. Oh, ik sta op de poep. Ik glijd niet eens uit. Hoe, waar is de broom? Heb jij een broom in je achterbak? Nee. Waar hebben we een, bezem? Broom. Ah, kijk. Hebben wij deze bezem in de... Waarom hebben wij een bezem in onze... kofferbak? Oké, sick. Nou, dit dan 6 keer. Leuk. Krankenwagen. Inderdaad, ziet ze. Dat is ambulance, toch? Krankenwagen. Dankjewel voor de 6 euro donatie, ziet ze. Het
Thank you very much, man. Hop. Ja, die donaties, als die binnen, die komen heel laat binnen. Maar hij komt binnen. Dus dankjewel, Sietse. Thanks, ouwe. Thank you. Dit is wel echt inderdaad politiewerk, ja. Dit, als ik bij de politie kon werken, dan zou ik dit wel als eerste willen doen. Strontwegen. Oké, okay, what's next? Secure accident scene. Dit was het, toch? Zo, die mag weer terug. Collega. You're right? Do we have to talk about that now? Can't you ask me some other time? Oké, wat wil je weten dan? Wat moet ik dan nu doen? Moet ik ook die rommel opruimen of zo? Of wat wil je dat ik doe? Dit is toch allemaal bewijs of zo? Of wat, moeten ze hier niks mee doen? Ik snap het niet. Wat moet ik? Wat wil je van me? Oh, kijk nou. Well, what do we have here? I'll take that as evidence. Oh ja, hier lag een telefoontje. Moet ik hier geen foto van maken eigenlijk? Ik kan niet eens meer op foto drukken, maar... Is er nog meer bewijs ergens? Misschien kan ik met hem praten en zeggen, ik heb jouw telefoon gevonden. Ik kan niet meer met hem praten. Ook niet meer met die vrouw. Het is trouwens, hoe heeft deze guy het overleefd dat hij hier zo op de kop ligt? En is hij gewoon daar? Dan zou je toch eigenlijk moeten gaan zitten? Je bent net... Je hebt een ongeluk gehad, gast. Je bent hartstikke geschokt. Hier ambulance. Vuurweer. Operation. Any casualties? The cows. Any casualties? But the cows are fine. De enige doden? Koeien. Okay, then we'll see to the injured. Okay, doe dan. We're dealing with it. We're dealing with it? Sorry hoor, attitude. We've got it. Okay, sorry. Wat nu? Hey partner. Hey. Can't it wait? We're actually... Maar wat moet ik doen? Wat wil je dat ik doe? Waarom loop ik zo raar ineens? Ik ga een pionnetje pakken. Waarom loop ik zo raar? Ik loop een beetje... Ja man, ik loop een beetje raar. Linksboven staat de taak. Secure accident scene. Ja? Leave. Oh, ik moet die pionnen weer aanklikken. Maar waarom ben ik ineens aan het lopen? Waarom? Ik kan ineens niet meer rennen. Waarom heb ik zo'n raar schoudertikje? Traffic cones. Moet ik die aanklikken? Nee. Oh, dat is het vest. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Leave mission area. Don't mind me. Kom even langs. Don't mind me. Kan ik dan hierheen lopen? Ik kan de pionnen pakken. Nee, dat kan dus niet. Dat is het hele ding. Hier kunnen we allemaal dingen zeggen, maar... Jullie weten het ook helemaal niet. Kijk, als ik hier bij de pion sta en ik druk F, dan gebeurt er niks. Ik snap er helemaal niks van. En hier, F, traffic cones, kan er niet op klikken. Hier wel. Ik snap helemaal de ballen niet. Moet ik hier gewoon instappen? Gewoon weg. Is dat het? Wauw. Oh, tuurlijk, ze is hard als steen. Ze is hard als steen. Ik kan haar niet doodrijden. Goed, jammer dan weer. Nou, je hebt geluk, mevrouw. Tot de volgende. Dat was het. Iets met een bonus task. Nou, het zal wel. Cool. Succes met de file. Oh, het is wel opgelost. Hé, wacht even. Het is opgelost. Dat wil ik wel eens zien dan. Oh, er komen al auto's aan. Hallo. Dat viel er wel mee.
Oh, vallen we mee, de file. Foxtrot 1. Foxtrot 1. Accept. Foxtrot 1, we'll take it from here. Oh. Yo. Yo, Wouter. Oh, Wouter, Wouter. De baas van de parkeerplaats. Dames en heren, Wouter is de baas van de parkeerplaats. Dat is ongelooflijk een prestatie. Oh. Als je denkt, wat betekent dit, wat betekent dit, wat betekent dit? Nou, dat is heel simpel. Dat betekent dat Wouter gewoon ervoor kiest om de meest dure rank in de eeuw van de geschiedenis van YouTube aan het fixen is. Dus dankjewel Wouter voor die insane support. Dankjewel bro. Oh, pols man. Hij knakt aan alle kanten, gast. Oké. Okay. We moeten even naar de plek waar het allemaal gebeurt. Er is een rare end collision. Out of the kant, out of the kant. We moeten naar Vlondorf. Ik kom eraan. Ik ben een Duitse politie. Oh. Oh. Ik moet niet te veel schade krijgen. Rechtsonder staat 11% schade. En dan moet ik eigenlijk niet overheen. 14%. Oké, top. Dit gaat goed. Nice. Let's go, let's go, let's go. Nu. Graag gedaan, kerel. Dankjewel, Wouter. Dankjewel, man. Oké, we zijn er. Ja, je moet stoppen. Een accident. Bidiboedebab. Securing, foto's, sketchen, bewijzen. Allemaal dingen. Goed. Ik weet wat ik moet doen, man. Waarom loop ik ineens? Ik ga even mijn controls checken. Waarom loop ik? Press to run. Hold to run. Sprint, shift. Is het nu goed? Volgens mij is het nu goed. Nee, ik hold, maar hij doet het niet. Het is erg irritant dat ik niet kan... kan rennen ineens meer. Intuition. Ik kan ineens niet meer rennen. Shift. Oké, ik doe wel caps lock. Is dit caps lock? Heb ik het veranderd naar caps lock? Ja. Nee, niet. Hè? Dit werkt helemaal niet. Ik kan er ook niet meer uit. Ik zit ineens in de game. Wat de... Hij is gebukt. Fuck! Politie! Ah, dit meen je niet. Ik zie het menu hierachter heel klein. Hij is gebukt. Fuck, man. Moet ik de hele game opnieuw opstarten? Kutzooi. Is de game wel leuk, chat? Hij heeft een scheet dwars zitten, daarom loopt hij zo. Ja, dat kan ook. Echt de hele rit al dan. Load. Yes, load game. Please. Slecht spel. 5 euro game, bro. Wil je weten hoe duur deze game was? En ik heb hem gewoon gekocht. Wil je weten hoe duur deze game was? Ik ga voor checken, bro. Deze game... Oh, dit ga je niet geloven. Oké, chat. Gok maar. Hoe duur is deze game? Gooi jouw goede ding in de chat. Want je gaat het niet geloven.
Ik zie een 100 euro, ik zie een 25 euro, ik zie een 20 euro eenmaal, ik zie een 40 euro, 26 euro, 5 euro eenmaal. Ik heb nog geen goed antwoord gezien. 25 euro, 80, 70, een 60 euro, fout, fout, fout. Ik zie een 30 euro van Nico. Ja, dat is zeker waar. Hij is namelijk 29,95 euro, dit spel. Dames en heren, 29,95. Autobaan. €30 voor dit. Oh mijn god. Bro, de game is leuk. Maar laten we heel eerlijk zijn, hij is €15 waard. Max. Maximaal. Met wat er nu... hoe het voelt en hoe het speelt. Maar goed, hey, wie ben ik? Ik ben geen game developer, dus misschien hebben ze wel een hele tactiek ervoor gehad. Weet ik veel, gast. Cool. Waar ben ik nou weer, joh? Ik moet even weer opnieuw, want die game was gecrashed net. Dat was ook trouwens een probleem. Misschien kan ik wel gewoon niet rennen of zo tijdens missies. Weet ik veel wat het is. Oké, ik heb de map. This is a very big map. Dit is heel Duitsland meteen. Vet. Progress. Gwen Schelfhorst. Bedankt voor het lid worden, man. Dankjewel voor je support. Dat waardeer ik. Thank you very much, bro. Goed. We kunnen hier een upgrade doen. Dan krijgen we higher top speed, better acceleration. Let's go. We kunnen ook... Stability. Better grip. Of een helikopter kunnen we... kunnen we een helikopter unlocken? Yes. I'm in, bro. What? En wat is dit? Improve intuition. Yes. Movement speed. Ja, graag. Oké, dat was hem. Hoe ga ik de helikopter... Ik wil nu meteen een helikopter in. Oh, ik moet hierheen. Police station. Fast travel. Let's go. Heli. Ja, meteen hè, bro. Misschien bij de bestuurdersdeur van de politieauto. Ja, hij kan weer rennen. Ja, misschien is het een missie dingetje of zo, weet ik veel. Zo rustig hier op de weg, of niet? ASAP. Dat is een rapper. ASAP Rocky. Misschien kan ik die heli nog niet eens gebruiken. Omdat ik eerst dan een soort missie moet doen of zo. Nou, er is wel iets nieuws bijgekomen. Oeh. Ja, ik moet eerst dit doen, denk ik. Ja, ik moet eerst deze doen. Ja, je kan hier geen €30 voor vragen, gast. Dat is echt triest. Oké, daar gaan we, collega. Get in your car. Want er is niks, zeg maar. Hier, dit is allemaal niks. Het is leuk dat ik kan lopen, maar er is niks. Het is echt een beetje vaag. Het voelt ook heel clunky. Maar goed. Ik denk dat dat nog niet kan, man. Die heli. Me, Foxtrot 1. Foxtrot 1, we'll take it from here. We'll take it. Oh, zo, dat was echt... Ah! Shit. Come on. Daar gaan we. Nieuw ranking. We hebben een nieuwe rank. Out of the way. Er is een file. Dat lampje stond aan, maar ik zie geen file. Hallo. Hallo Dieke Peters. Hallo Jeffrey. Hallo. Welkom bij de stream. Welkom bij Polizei Autobahn Simulator. Oh, hier is het gebeurd. Aan de kant. Next time. Klootzak. Wat bist du ein? Scheiße. Alles is kapot. Nou. En waarom ging je niet aan de kant? Du bist ein rubber ducky, man. Wat is dit? Heb ik nou weer unlocked? Oké, nou, nieuwe auto. Even opnieuw proberen. Yes, we zijn weer ready. We leven nog.
Yes. Kan ik hem nog een keer doen? Of wat moet ik doen? Ik moet even naar de police station. Ik moet weer denk ik die missie opnieuw aanklikken. 100% damage. Ja, klopt. Ik zag het. Waarom kan ik niet gewoon rijden naar de deur? Dat is veel sneller. Zo. Ja. Kom op. Ja, en hierin. Hier. Ja, missie. Deze moet ik hebben. Aan de kant. Oh, gaat ook niet aan de kant. Zoveel deuren voor niks. Oké, I'm ready. Calling all cars. A rear-end collision has been reported. The cause is unclear. Who can take over? Ikke. Waar zijn al mijn dingen in het beeld? Mijn kilometers zijn weg. Mijn map is weg. Wat is dit voor bug? Ik weet niet eens waar ik heen moet nu. Blijkbaar moet ik... Ik had dan nog rechtdoor gemoeten. Maar ik zie dat toch niet? De hele map is weg. Alles is weg. Oh ja, verlichting moet ik even aandoen. Goeie. Wat onzin. Dan moet ik even deze map volgen. Hij is weer geglitst, ja. Wat een kutspel. Oh. Echt heel raar. Doe alleen het blauwe licht aan, joh. Er zie je niemand. Oké, ik moet hier af, er al af. Nee, nog rechtdoor. De kant. Ik kan ook... Ja, ik kan ook first person. Yeah. Oké, check, check. Understood. Have you anything else for us? No, that's it for now. Understood. Understood. Affirmative. Volgens mij moest ik hier een kant op. Ja, hier moest ik links. Cookie Monster! Dankjewel voor het lid worden. Je bent een parkeerbord geworden. Virtueel parkeer je auto ergens neer, gast. Dankjewel. Oké, daar zijn we weer. We're here. Oh, wat gebeurde daar? Goed. Ik weet wat ik moet doen. Maar alles is weg. Mijn hele menu is weg. Mag ik mijn dingetjes weer terug? Wat ik hieronder links en rechts zie. Oh, mijn camera is ook geen camera meer. Hij is weer gebukt. Ik moet dit maar op gevoel doen. Ik doe het wel op gevoel. Dus even wat het is. Oké, wacht. Er zit nog iemand in, gast. Waarom zit je nog in de auto? Hallo? Waarom kan ik daar geen foto ook van maken? Ja, mijn hut is weg inderdaad. Ja, ik weet het ook niet. Oh, daar is hij weer. Oh. Kijk, nou is hij er weer. Zo, die is wel best de klapper gemaakt ook. Toe. Waarom kan ik er geen foto van maken? Waarom kan ik hier een foto van maken? Een raar iets dit. Moet ik een foto van die maken? Ik snap het niet. Hallo? Kutspel. Moet ik het weer opnieuw opstarten? Dat meen je dan niet, hè? Doe het natuurlijk expres. De eerste, dat je gewoon de eerste uur gewoon kan spelen. En daarna ineens komen er allemaal glitches en bugs. En dan kun je niet meer refunden. Ik snap er helemaal niks van. Waarom gaat hij nou niet? Waarom doet hij nou niet, joh? Nou ja, kan ik met jou even praten? Hallo. Hoi. Can't you tell? Someone bump. Oké. Vest missing. You're not wearing your safety vest. Oh, yeah, you're absolutely right. Can you think of anything? Distance. Did you keep... It wasn't too close. All right. Did you see anything else? Obstacle? Could there have been an... I didn't see any. Okay, geen obstacle. Did you by any chance notice anything in the rearview mirror? That's interesting. We'll check... Oh, ik weet niet wat hij zei, maar... Are you sure... Leave it at that. Nothing else. Thank you for your...
Oké, okay, dat is de eerste statement. Maar ik kan niks zien. Ik heb geen dingen in mijn beeld waardoor ik extra informatie krijg. Irritant. Lood. We hebben 4 minuten kunnen spelen en toen ging hij weer kut doen. We gaan het oplossen. Maar even opnieuw. Oké. Okay. Kan ik op een andere manier ook dingen krijgen? Qua missies of zo? Progress. Nee, hè? Nee. Kan ik ook gewoon rijden en dan rennen mijn missie krijgen? Kan dat ook? Maar dan doe ik dat wel gewoon, toch? Maar het menu is weer terug. Ik zie weer rechtsonder hoe hard ik rijd, links de map. Dat is fijn. Dat was wat ik miste. Ik ga wel gewoon rijden. Ik rijd wel gewoon. Kom vanzelf wel iets. Yes, coming in. We were crossing the A40. We noticed a lorry on the bridge that was driving very unsteadily. We're following him to the motorway to take a closer look, okay? Okay. Agreed. Find out what's going on. Oh, nee. What's going on? Wat doen hun? Hoe doe ik dat te accepteren? Er stond een emergency phone. Oh, dat was iets anders. Dat is een collectible. Oh, Foxtrot 12 is trouwens iemand anders. Ik ben Foxtrot 1. Foxtrot 12, we have caught up with the lorry. The driver lost control because of the strong wind and the vehicle is now lying on its side. He is losing his load. We have already closed the road. Okay. Is an ambulance required? What is the load? Waarom hoor ik dit allemaal? The load is a large quantity of chocolate. Will anyone notice if we pouch some of it while we're cleaning up? Better not do that. It's been on the ground for far more than 3 seconds. Zo, de meter. Nul geluid, nul schade. Maar goed, we good. Of 4% schade dan, maar... Njong. Ik ben aan het douchen. Milana, vet leuk dat jij in de chat dingen zegt, maar dat zijn wel de verkeerde dingen om te zeggen. Dit is zo van... Kijk je mijn livestream onder de douche? Oké, okay. Uniek. Ik ga iemand staande houden. Ja, moet ik wel iemand tegenkomen. Wow! Zo, uit het niets gleed ik gewoon uit. Uit het niets. Uit het niets gleed ik uit. Hé, dit is een parkeerplaats. Wat leuk. Kunnen we hier ook checken. Ah, banaan op de weg. Ja, Mario Kart. Super politie Mario Kart simulator. Calling all cars. Who can take over a rear-end collision? Ikke. Kies mij. R, accept. Foxtrot 1, we'll take it from here. Waar moet ik heen? Oké, let's go. Er is een, rear-end collision. Dat is een, rear-end is, vooreinde. Foxtrot 1. Collision botsing. Yes, understood. Have you anything else for us? No, that's it for now. Ik ben al. Lekker man, oké. Okay. Heren, geen paniek. Ik ben hier. Ik ben agent der agenten. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik loop even rustig, alsof ik een modeshow aan het doen ben. Ik ga even een fotootje maken van jouw auto, want ik vind dit best wel een mooi exemplaar. Dus misschien koop ik deze over later. En hier koop ik natuurlijk ook een exemplaar van Vlox. Nee, we flexen hem niet. We vloksen hem in Duitsland. Top. Dan nu. Moet ik nog een foto hiervan hebben. Kijken even of we nog een ander stukje... Ja hoor, er ligt nog veel meer. Moet eens kijken, joh. Weer dezelfde uitlaat als net. Goed. Vette game, €30. Oké, okay, wat is dit voor spul? Well, what do we have here? Wat is dat? I'll take that as evidence. Wc-papier of zo. Zat iets te schijten? This could be important at some point in the future. Wat precies?
glas of zo. Oh. We gaan even een schets maken van de auto. Die ene auto zit hier. De andere auto zit hier, inderdaad. Oké, dat deed hij zelf al. Hier ligt iets en hier ligt iets. Toch? Hier zo ergens. Oh nee, andere kant ligt het. Ja, daar. Oké. Dan hebben wij nog meer dingen. Ik zie verder niks. Want we moeten pakken of opletten. Nee, dus we gaan eens even praten met de mensen. Even kijken, is deze witte auto van jou? Want meestal is degene voor de schuldige. Maar, you never know. Hallo. Would you mind telling me what happened? Can't you tell? Someone bumped into me. Oh, oké. What distance? How close was the other vehicle to you? The guy clung to my bumper so much the whole time that something had to happen at some point. Oh. We have already found evidence to back that up. Did you see anything else? Heb je iets anders opgemerkt? What was the traffic like at the time of the accident? The traffic was pretty slow. There were far too many lorries on the road. Lorries? Wat zijn lorries? Dig deeper. You drove at a constant speed all the time? Of course I had to brake from time to time. Otherwise I would have slammed into someone. Ja, oké. Okay. Nee, ja, is goed. Alright. Can you think of anything else? Je hebt je vest niet aan. You are not wearing your safety vest. For your own protection, you must always wear it when you are outside your car on the motorway. Zeker waar. Yeah, you're absolutely right. Must have slipped my mind due to all the excitement. Definitely won't happen again. Heel goed. Did you notice anything else? Heb je iets anders opgemerkt? Misschien een snelheid? How fast were you going? I was driving at a constant 130, so there was really no reason. 130? Je mag hier 120. Is there anything else you noticed? Nothing else, as far as I'm concerned. Thank you for your statement. I will get back to you. Oké, bedankt voor je statement. Iemand zei inderdaad, je moet nog pionnen neerzetten. Dat is een hele goeie inderdaad. Zal ik dat eens even doen? Ik snap alleen niet waarom ik niet kan rennen in missies. Dat is echt dom. Maar ik ga eens even pionnen neerzetten. Dat is een hele goeie. Hup, vest aan. Daar kom ik. Zo. We nemen even alle tijd om 4 pionnen te plaatsen. Let jij maar eens op. Hoppakee. Ja, dames en heren. Alle tijd. Ik krijg het lekker doorbetaald. Jullie niet. Aha. Weer een buschauffeur die alleen in de bus zit. Wat zielig. Oké. Okay. Er is nog iets waarmee ik hem moet secure, staat er. Maar met wat? Oh, en nu ineens kan ik wel rennen. Hoezo kan ik nu ineens wel rennen? Wat raar. Er moet nog iets zijn. Waardoor ik hem nog meer kan secure. Ik weet alleen niet wat. Nou, het zal wel. Hallo. Hallo. Would you mind telling me what happened? Lorry is een vrachtwagen. But it all happened so quickly. I don't even know where the other car suddenly appeared from. Oké, kun je even vertellen over de snelheid? How fast were you going? Totally normal. We have been told that you were far too close to the other car. Mm-hmm. You don't have anything against me at all. Take your time. Think about it. I'm certain. Is that all? We'll look into it. Is there anything else you noticed? Ja, als je gaat lopen liegen, gast. Je hebt ook geen vest aan. Do you have a safety vest? Je hebt geen vest aan. You must wear it when you leave your car on the motorway. Oh, I didn't know that. It certainly won't happen again. Can you think of anything else? Nothing else, as far as I'm concerned. Thank you very much. That's all for now. I'll get back to you if anything new comes up. Hallo, ik was nog helemaal niet klaar met die gast. Ik dacht dat ik kan nog veel meer dingen vragen. Can you think of anything? Not really. Oh, potverdorie. Was dit alles? Is het serieus alles? Moet ik echt niks meer doen? Can we go? Ja, ik kan niks meer doen. We can go. And what do you think? Ik denk dat... Wat denk ik eigenlijk? Ik denk dat... Skidmarks... Wat? Speed... Skidmarks. No idea. To be perfectly honest, I have no idea what caused it. Ik heb echt geen idee. Well, all right then. I suppose the others will do it then. Ja, laat de anderen met oplossen. Weet ik veel wat het is. Wat is er gebeurd dan? Kan ik ook nog eigenlijk nog horen wat er is gebeurd? Wrong solution. Oh. A short time later. Oh, we kunnen weer.
You're right? What's going on? Do you like animals? Certainly. But no, we are not going to buy a cow. What gave you the idea that I was going to suggest that? Oh, just a gut feeling. Fool. Actually, I've got a much better idea. I can't work out whether... You'll love it. If you're so sure. I was thinking of a weekend on a farm. What is dit? Wow, boeit. Ga lekker met hem praten een andere keer. Goed. Zo, hallo hé. Die heeft een beste vering, of niet? Gaat ie? Zo, de ik heb veel vrachtwagens gezien. Die gekke dingen kunnen maar dat. Goed. Vet hoor. Bank. Oh shit. Dit is ook €30, dames en heren. €30. Belachelijk. Zo. Goed. Oh, zo kun je iemand eraf halen. Oh, wat gebeurt hier? Waarom remt iedereen? Ja, wat doet hij? Wat heeft die lijpe vering? Deze vracht heeft echt een lijpe vering. Niet normaal, joh. Thanks. Raar. Mooi ingevoegd. Thanks. Dit is de game volgens mij, hè? Dit is het. M&M unlocked. Zo, die guy gaat heel hard. Wat? I could drive for a change. Yeah, yeah, I know. Wat? Kom erop, man. Donderdag. Kom erop, man. Kutspel. Wat een kutspel. Nee, was leuk. Ontzettend leuk. Wauw. Fantastisch. Ik heb genoten. Niet normaal. Ik geloof dat je daar naar rechts moest. Ja, volgens mij had ik inderdaad daar naar rechts gemoeten. Er is nog wel een ander spel wat ik wil gaan proberen. Even kijken of dat werkt überhaupt. Oh, ja. Want ik ben wel even klaar met dit spel. Ik ga ook niet verder spelen hoor. Jezus, wat een ongelooflijk moeizaam spel. Helikopter en lok kun je het niet spelen. Leuk, vet, sick. Bro, er zit iemand in de chat die heet Roblox Super Games NL has stopped with YouTube. Wie? Wie vroeg erom? Oké, wat ik weet niet wat ik nou precies aan het doen ben. Oh, sorry. Wat? Hij zit ineens op mijn linkerscherm. Het ziet er raar uit, ik kan het uitleggen. Goed. Ho. Ik kan het uitleggen. Hij wil niet in window mode. Hij wil het niet doen. Hij doet het ook niet via andere dingen. Nee, die game doet het niet. Oké, okay, next. Nope. Oh. Dat is jammer. Advertenties worden binnenkort weer gegeven. Over 40 seconden komt de advertentie, chat. Over 40 seconden is een advertentie. Mocht je een advertentie hebben... Zeg even wat in de chat. Zeg even ad in de chat. Als je een advertentie hebt. Want advertenties zijn echt heel weinig op YouTube. Dat is echt super chill. Heb je adblocker? Oh, jammer man. Oké.
Premium. Ja, dat is lekker, Menno. Wist je trouwens dat als je premium hebt, dat je dan echt de creator die jij kijkt echt 100 keer meer support? Dat is echt sick. Als ik kijk zeg maar naar mijn YouTube-video's of mijn livestreams of whatever en mensen kijken. Als je reclame hebt, dan krijg je dus 0,000 zoveel cent of zo per zoveel kijkers. En als je premium hebt, dan krijg ik echt gewoon meerdere centen per premium kijker. Dat is echt sick. Ik heb nu denk ik al 2 jaar premium of zo. En ik weet gewoon dat al die creators die ik kijk, die zijn echt lijpblij. Oh, jullie hebben reclame? Nice. Oh, het werkt wel dus. Oké, chill. Maar die reclames, die zijn echt zo weinig. Oh, tweede vraag. Het reclame is denk ik nu al voorbij, hè? Die duren niet zo lang. Op Twitch heb je hem echt hoerenlang. Maar hier niet. Vanaf eind oktober is Premium Light weg uit Nederland. Nee, dat geloof ik niet. Premium heb ik al zo lang. Dat kan niet. Het voorbij? Oké. Vraagje. Hoeveel ads heb je al gekregen deze livestream? We zijn nu 1,5 uur live, toch? Volgens mij zijn we 1,5 uur... Ja, 1,5 uur live. Hoeveel ads heb je al gekregen? Ik ben oprecht benieuwd. Omdat dit op YouTube is het een heel ander proces dan op Twitch bijvoorbeeld. Of op TikTok of whatever. 1. 0. 2. 1. 3. 0 heb YouTube Premium. Oh ja, als je YouTube Premium hebt, heb je sowieso geen reclame. Dat klopt. Adblocker. Ja, kan ook. Vind ik wel jammer, maar hè. Maakt niet uit. 2. Bro, kun je nagaan dat je gewoon in 1,5 uur tijd gewoon 2 reclames krijgt? Dat is toch perfect? Dat is toch heerlijk kijken? Of misschien kijk je 1 uur en heb je 2 reclames. Of 1. Of je kijkt 1,5 uur en heb je 1 kleine reclame van 15 seconden. Dat is toch heerlijk, bro? Yo, Marketing Menno. Ja, 100 man. Hoezo is dat bij iedereen anders? Weet ik niet. Je bent een subscriber, heb je alsnog reclame. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Dat klopt. Dat is het enige verschil. Alleen... op YouTube ben je gewoon minder snel sub. Of betaald lid, zeg maar. Ik heb geen premium, geen adblock en ik heb nog steeds geen reclame. Nice. Ja, ik heb een zwart... het lijkt een zwart plekje, maar dit is bloed. Ik heb bloed op mijn shirt. Ik had mijn... ik weet niet welke kant het was. Ja, ik had hier... Dit had ik open van mijn nagel hieronder, van de nagelriem. Die was kapot gegaan. Ik was ergens tegen aangekomen. En toen heb ik blijkbaar dit gedaan. En ineens heb ik hier bloed. Dus whatever. Maar ik had geen zin om er iets aan te doen. Maar goed. Nu 2 naar elkaar gekregen. Dus in totaal 4. En dan, Kathleen. Hoe lang zijn die reclames dan? 15 seconden? 30 seconden? Niet lang toch? Hoop ik. Maar shout-out jullie, want jullie helpen wel. Dankjewel voor in ieder geval te vertellen. Want ik vind persoonlijk reclames echt fucking irritant. Ik weet dat mijn reclames levert mij letterlijk geld op. En dat is waar ik van leef. Maar ook jij, ook ik, iedereen vindt het fucking irritant. Maar als ik 1,5 uur kijk naar iets, vind ik 15 seconden of 10 seconden reclame echt niet erg. Ik kan alleen heel slecht tegen 2 minuten of 1 minuut lang reclame als ik niet zeker weet of ik die persoon ga kijken. A.k.a. Twitch. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Ik word grijs. Sick, thanks man. Flight Simulator, nee, dat is niks voor mij. Hey, maar shoutout als je premium hebt, man. Dat vind ik echt chill. Dat vind ik echt nice. Want dan support je de creator dus echt nog veel meer mee. Ik heb liever dat je premium hebt dan dat je echt lid wordt. Klinkt stom, maar... Omdat je dan alle creators die jij kijkt support. En niet alleen mij. En dat heb ik liever dan dat je alleen mij support. Dus dat vind ik dik. Vind ik goeie. Ik had 1 reclame die kon skippen na 3 seconden. Chill, man. Dat is toch zo chill? Dat is toch niet irritant? Dat is echt relaxed. Dat is echt relaxed. Hoe lang heb je al met je vriendin? Wow, random. We gaan van reclames ineens naar vriendin.
Menno! Marketing Menno! Jij... Je bent zo aardig. Fijn dat je er bent. Zullen we even een game doen? Ik heb nog wel een game. Even kijken of die werkt. Ik heb nog wel een game ergens. Even kijken. Die. En dan moet ik... dit klikken. Denk ik. En dan dit. Ja, hij werkt. Heel erg veel lawaai. Sorry, excuus. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Nu niet meer. Nu nog steeds. Godgloeiende glipglaplomp. Wat zit er nou weer aan? Waarom pakt hij de game niet? Oh, moet ik hem even opnieuw opstarten. Ik hoop YouTube Premium is echt geweldig. 13 euro per maand, zeker waard. Ja, de kwaliteit is beter. Ah, het is wel duur hoor. Ik vind 13 euro wel duur voor YouTube Premium. To be honest. Maar ja, je hebt gewoon goede kwaliteit. Ja, ik doe het gewoon puur omdat ik collega's meer support. Ik was laatst bijvoorbeeld video's van Harm aan het kijken. En dan weet ik gewoon dat hij door mijn premium meer oplevert dan wanneer ik dat niet heb. En dat gun ik hem dan, weet je wel. Kleine moeite. Milan, kan ik via Insta je een simulatorspel voorstellen? Dat is dat je dan werkt op vliegveld, dus vliegtuigen beladen en zo. Volgens mij heb ik die al in mijn Steam staan, Danny. Maar je kan altijd simulator games voorstellen. En ik zie dat je lid bent, dus ik zou zeggen, ga naar de leden Discord. En dan gooi je dat daar gewoon lekker in. Want er zijn geen regels in ons leden Discord. Je kan letterlijk zeggen en sturen wat je wilt. Ook al zeg je... ah, ik heb gisteren zwerfkatje overreden. Vond ik lachen. Ha. Kan gewoon. Is wel raar, maar kan gewoon. Je kan gewoon zeggen wat je wil zeggen daar. En ook als je suggesties hebt voor games... doe dat, bro. Lekker, man. Even kijken of de game Capture een pakt. Oh, ik klikte op exit. Wat ben ik een ongelofelijke bal. Ja. Nice. Oké, hij doet het. Cool. Ik ga een introotje opnemen. Vet. Ik weet niet of we het gaan gebruiken, maar we zien het dan wel. Dus als je wat in de YouTube video intro wil, dan kun je wat zeggen in de chat. En dan kom je misschien in de chat. Leuk, vet, sick. Stop de stream met poepen. Waarom stopt hij niet? Poep gewoon onder je bureau, man. Poep gewoon onder je bureau. Dames en heren, vandaag heb ik Fat Prisoner Simulator 3. Toegestuurd gekregen door een oude bekende, Ronald. Shout out hem. Ik ben heel erg benieuwd. Hij zei, haha, is leuk. Ik denk, haha, wie weet. Goed, ben benieuwd. Ik moet me wel bescheren, zie ik trouwens. Zo de mieter, hé. Oh, ouwe man. Gaming, game, game, game. Ja, hij is er. Oké. Okay. Wow. Wat doe ik? Wat gebeurt hier? Is dit hockey? Bam. Ik sloeg hem zo neer. Dit is hockey. Is dit het? Is dit de game? Oh. Dan moeten we daar weer heen. Ik kan die blauwe dus gewoon neermaaien. Kijk. En die rooie hoort bij mij. Hoe gaat hij hem slaan dan? Maar wat is hier prisoner aan? Fat Prisoner Simulator heet het. Auw, hij sloeg mij. Waarom? Wat is hier prisoner aan? Oké, dit is de verkeerde kant op. Laat mij maar even. Ga er even voor staan. Ja. Hoppakee. Oeh, bijna! Aan de kant! Aan de kant!
Golasso! Dit is het. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Vet Prisoner Simulator 3. En het is hockey. Ik snap het niet. Wat is dit? Wat een waste of time. Wat een waste of time, bro. Goed. Ik heb nog wel een paar dingen die ik wil gaan doen. Ik wil de bus nog gaan spelen. Ik wil Thief Simulator 2 nog gaan spelen. Staat er in de lijst. Een keer, überhaupt. Wat heb ik hier nog meer? Ik wil... Oh nee, hier had ik verder niks meer, hè, volgens mij. Wat was dit? Nee, dit is raar. Dit is ook raar. Dit weet ik niet wat het is. Ja, dit schijnt ook wel leuk te zijn, maar dit is echt iets voor Engels iets of zo. Ik snap daar de ballen nog niet echt van. Dit snap ik ook niet helemaal. Dit weet ik ook niet helemaal wat het is. Wat is dit ook alweer? Waarom staat hij zo hard? We gaan er wel in die van. Ik snap er helemaal niks van. Goed. Waarom speel je niet de overval game? Overval game? Oh, PD3 bedoel je? Ja, die moet ik eigenlijk nog een keertje in stel doen. Is me niet gelukt toen. Is me toen niet gelukt. Wow, Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 is er nu. Oh ja, die hebben ze geremaked. Very cool, man. Jetzt auf Steam. Krijg ik nu alles in Duits omdat ik Autobahn Simulator heb gedaan? Dat meen je niet. Dit is wel weer cool, hoor. Dit heb ik vroeger gespeeld. 1 en 2. Wel weer cool dat ze dat weer opnieuw... Oh. Best wel negatieve dingen. Fuck Activision. Daarom Thumbs Down, lol. Ik twijfel een beetje. Het is wel redelijk positief, maar... Meteen nu al in de aanbieding voor 50%? Dat is niet best. Moet je met Thief Simulator de hele tijd vallen of zo? Ik weet het niet, man. Ik weet niet wat precies wat ik daar moet doen. Ik had hier ook nog games, volgens mij. Of niet? Nee. Oh jawel, die vis game had ik nog. Ik weet niet precies wat ik moet doen. Je kunt altijd refunden, toch? Ja, goed punt. Ja, ik zou het altijd even kunnen testen. Of het ook echt leuk is. Ja, het zou ik even kunnen doen. Inderdaad. Moet ik het nu spelen? Je speelde zojuist een simulator die 30 euro was. En je twijfelt over een legend. Goed bezig. Vrolijk gezicht. Een legend game. Je hebt gelijk, man. Je hebt gelijk. Ik ga hem kopen. Ik koop hem. Oké, ik koop hem. Je hebt me overtuigd. Wat is dit dan weer al? Faxter met de 12 euro donatie. Dames en heren. Ongelooflijk, man. What? Dankjewel, Faxter. Zo. Dankjewel, Faxter. Voor de 12 euro. Dankjewel voor je support, man. Thanks, bro. Goed. Doorgaan. PayPal. Akkoord. Sick. Kopen. Vet. Car Mechanic Simulator. Volgens mij heb ik dat gespeeld, bro. Affiteerd. Affiteerd. Ik heb alleen geen thumbnail hiervoor, Tim, maar dat maakt niet uit. Misschien moet je die Fat Prisoner als thumbnail doen. En dan zetten we gewoon neer Tony Hawk. Doe dat maar als je wil. Hoe heet het ook? We zijn ook Car Mechanic? Volgens mij heb ik die al gedaan. Car Mechanic. Oh, wacht. Dan moet ik Milan Knol erbij zetten.
Ik heb Off-Road Mechanic Simulator gedaan. En Car Detailing Simulator heb ik gedaan. En Autohandelaar Simulator, is dat het ook? Hallo dames en heren. Dit is volgens mij ook Automechanic. Ik weet ook niet waarom. Oh ja, het was ineens Pols. Is dit het volgens mij? Volgens mij was dit het. Volgens mij is dit die game die je net zei. Dat weet ik niet zeker. 2021. Oh nee, dat is wat anders. Heb ik dit al gedaan? I don't care how it happened. You go... Easy. I am dismounting the tire so I can put on new tires on these wheels. At least that's what I think I did. I'm not sure what happened right now. We'll find out eventually. I changed the. Ja, deze heb ik gedaan. The oil. We're looking at the old drain plug. Wat is het? What the fuck? Wat is het? Ik zoek gameplay. Dan gaat die guy vertellen over wat hij doet. Boeit me gast. Maar dit is volgens mij, deze heb ik al gedaan, toch? Dit is toch al gedaan? Het lijkt heel erg veel op dit namelijk. Het lijkt hier heel erg op. Omdat Nederland echt gewoon vol is. Oké, okay, Nederland is vol, hoor ik net. Dat is een andere. Oh, hè? Heb ik die nog niet gedaan dan? Oh, hij is wel oud al. Dus... guys, welcome to customer. Nou, misschien moet ik hem dan wel eens gaan spelen. Car Mechanic Simulator. Wat, Oh, fuck. Wacht even. One sec. Inhoud installeren. Cool. Oké. Okay. Oh. Car Mechanic. Oh, huh? Genegeerd staat hij bij mij. Is dat bij mij dat hij er niet in... Dat ik hem niet, Nou, dan moet ik hem even kopen. Je hebt me overtuigd. Alles wat goedkoper is dan die vorige game, koop ik gewoon instant. Want die vorige game was €30, dit is €24,50 en deze is volgens mij veel beter, dus. Ja. Hoppa. My Summer Car ken ik inderdaad, ja, die ga ik niet spelen. Leuker om te kijken. Forza 5 heb ik al een paar keer gespeeld, man. Forza Horizon. Mag je een thumbnail zoeken voor de Tony Hawk? Ik heb al tijd, denk ik. Bro, als jij nu tijd hebt, let's get it. Maak nu een thumbnail. Gooi hem in de Discord leden. Ik paypal je €5. En let's go. Je kan namelijk sinds kort kan je thumbnails op dinges aanpassen. Hoe heet dat? Je kan thumbnails aanpassen op YouTube terwijl je live bent. Dat is sinds een week of 2, 3. Dat kon eerst nog helemaal niet. Brad en Fred heb ik inderdaad op de lijst staan, Thomas. Dat is een co-op spel en die wil ik samen met Kaak gaan doen. Maar ik heb ook een ander spel die ik met Kaak wil doen. En dat is iets met Light of zo. Dat komt wel goed. Binnenkort gaan we weer samen dingen doen. Wat ga ik donderdag ook weer doen? Donderdag ga ik toch iets doen met... Donderdag ga ik met Kaak FC24 doen. Oh, dat is morgen. Morgen ga ik met Kaak FC24 doen. FIFA 24. Waarom veranderen ze al die namen? Twitter wordt X, FIFA wordt FC. Komt er nog een Garden Simulator spel? Er zijn wel een paar in de maak. Er zijn wel een paar Garden Simulator spellen die ik in de gaten hou. Wat is hij nu aan het doen? Oh, hij downloadt nu die ander. Nee, ik wil die Tony Hawk. Schiet op. Hoe krijg je die microfoonkabel van Shurzo? Zo heb ik hem gekocht. Letterlijk hoe ik hem heb gekocht. En hoe die hierin gaat. Ik heb hem letterlijk zo gekocht. 800 MB download speed. Ja, ik heb die glasvezelpakket. En ik ben de enige die internet gebruikt. In het huis. Dus... we hebben geen thumbnail. Oké. Weet je, we gaan gewoon... Zullen we live even een thumbnail maken? Voor deze livestream?
Cannot read file. Oh shit. Bit the pump, bit the pam, bit the pump, pam, bit the pam, bit the pump, bit the pam, pam. Bang, 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 bang. Oh shit, dit werkt niet. Dit werkt niet. Ik moet het anders doen. Dit is de thumbnail. Fuck it. Doe gewoon dit als thumbnail, man. Ik stuur wel het adres. Link, ding. Doe gewoon dit als thumbnail. Boeien. Boeit, gast. Boeit. Ik kan de game 2 uur spelen en dan refunden. Ja, maar ik check wel even. Al, kijk, weet je, als ik de game leuk vind en ook heb ik minder dan 2 uur gespeeld, ga ik het echt niet refunden. Want dat is raar. Maar ik wil het wel even proberen. Ik ben wel benieuwd. Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Ben ook heel erg benieuwd hoe dat zit met Flierol, Flampel, Slinklang, Blonkel, Broodoo, Bolly, ik ben bang voor Carbonkel. Ben ik ook wel benieuwd naar. Copyrighted muziek bedoel ik. Ah! Sorry. Dat was veel lawaai. Zo, nu niet meer. Oh, sick, man. Sick, man. Dit is dus denk ik copyrighted muziek. Maar goed, we gaan even checken of we iets kunnen doen. Ja, dit is heel copyright. Holy moly. Dit is die originele. Ja, ik accept, man, gast. Whatever. Ja, ik accept. Dit is sowieso copyright. Dat kan niet anders. Ik twijfel of ik dan muziek überhaupt aan moet zetten. Zo. Dit is goed. Accept. Ja. I know what I'm doing. Options. Sound. Zo. Muziek even uit. Want you never know. Right? En laten we dan even zelf een muziekje opzetten. Wat is echt skate muziek? Rock, hè? Gewoon skate. Ik doe gewoon skate music. Is fine. Is fine, bro. Is fine. Kan ik met controller spelen? Zou dat kunnen? Ja, dat kan. Oh shit. Lekker, man. Als je meteen connect. Oké, Dick. Wat gaan we doen? Skate tours, multiplayer. Skate tours, wat is dit? Tony Hawk Skater 1, 2. Ja, laten we 1 doen, bro. Het is lang geleden. Tjus. Misschien staat de muziek iets te hard vergeleken met de game. Dat is beter. Oké, high combo. Ja. Hydrant, smash the boxes. 50-50, big reel. Ollie a channel gap. Get the secret tape. Oh boy. Oh boy. Old school skating. Ik ben even de knoppen kwijt. Zo. Zulke dingen moest je doen. Oh ja. Oh shit. Daar had ik speed kunnen maken. Oh ja, dat zo. Oh shit, 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 shit. Smash boxjes. Dan hebben we de S, de letter. Oeh!
Oh ja, je kon altijd omhoog. Dat was ook zo raar. Yo. Hoe doe ik ook weer grinden dan? Hoe doe ik grinden? Deze game is zo oldschool. Ja, echt heerlijk. Oh. Oh! Nice. Ik weet alleen niet meer hoe ik... Was dat met deze controller? Was dat... Want ik wil grinden, maar ook dat pakt hij niet ofzo. Shit. Ik ben vergeten hoe dat moet, man. Zo kan je snelheid krijgen, toch? Ah, interessant. Ik ga het niet redden, denk ik. Ik heb ska. Skirt! Skat. Ik heb skat. Ik heb skat. Drie keer was het op PS. Oh ja. Ik heb één ding. Oké. Prima. Tot zover Tony Hawk Pro Skater 1, I guess. Ik wil even 2 voelen, want volgens mij heb ik 2 meer gespeeld. Wel echt sick, hoor. Ik wil skaten. Skaten bij mij achterwiel. Zeg jij dan. Oh. Oh ja. Driehoekje. Oh ja, hey, ja, I got it, man. Thanks, dat was hem inderdaad. Dit moet omver. Oeh, damn, special. Oh, shit. Die A moet ik pakken. Ik moet hier erin. Oké. Oh! Zo, wat? Wat? Goedendag, gast. Ik moet dat ding pakken. Hoe ga ik dat nou weer doen? Oh ja, dat was flippen. Ah, ik weet het weer. Kickflip. Dit was op de PlayStation 1, inderdaad, ja. 2, weet ik veel. Nice, die heb ik. Die heb ik ook. Oh, lekker man. Oké. Ah! Oh ja, zo kon je dat doen. En dan... Oh ja, dat was het, ja. En dan kon je... Oh, ik weet het weer. Ik weet het weer. Bro, childhood memory unlocked, bro. Ik weet het weer. Ik deed een flip en dingen. Oké, daar gaan we. Bro. Xbox 360, ja, hè? Zo ziek. Ik heb maar 1 ding gehaald. Wat is dit nou weer voor onzin, joh? Kan ik nog steeds niks? Ik kan nog steeds niks anders. Ik ben te slecht geworden hierin. Niet normaal. Oké, leuk. Online, ben benieuwd. Wat is dit? Wat is online? Quick playlist. Sure. Oh, ik kan allemaal andere mensen zijn. Oh, shit. Dat heb ik helemaal niet door. Yo, dit zijn andere mensen. Oh my god, dit is de droom. Dit is de dream, bro. Dit is de dream. Oh my god. Wat ziek. Wat ziek. Dit kon vroeger helemaal niet. Wat ziek. Ja, local kon dat. Dus zeg maar met je vrienden naast elkaar.
Oké. Okay. Oh, straat! Ik had bijna die Madonna! Kut. Nice. Let op. Oh, lekker, maat. Oh, lekker, maat. Dus... Oh! Ah, de Benihana! Ging mis. Ja, bro. Oké, kom maar. Oh, lekker. Huh. Oh, de potje Sjoffiet. Oh my god. Bro. Oh my god. Ziek. Oh, ik zie wat ik moet doen. Dit is niet normaal! Ik sta vijfde. Hoe de fuck heeft die guy 9 miljoen punten? Wat ben je dan aan het doen? 9 miljoen! Ik heb 86.000! Wat? Ik dacht dat ik vet goed ging! Hoe doet hij dat? Hoe heeft hij dat gedaan? Wat doe je dan? Oh ja, met de manual. Ja, dat was het, denk ik. Zo deed je een manual. Ja. Ja, keer 10, ja. Shit. Eerste trick wat in of wat. Oh ja, wall ride heb je ook nog. Kijk, dat is die manual. Oh. Bro, kijk hem! Keer 48 gaat die guy, die Aeon. Waar is die guy? Wie is dat? Is dat hem? Nee. Waar is die guy? Schizo. Hij is hier helemaal niet bezig. Hij is hier helemaal niet. Waar is hij? Hier, waar is die guy bezig? Oh, daar. Hij heeft ook een skelet. What the fuck, bro. Waar is die? Daar in die hoek. Kijk hoe ziek. Hij heeft 0 punten. Oh, hij is gevallen. Of niet? What the fuck doet hij? Kijk hem gaan, bro. Keer 18, keer 20. Kijk dan. What the F.
geen idee hoe je dat doet, maar dat is ziek. 44k keer 40. Wat een onzin. Niet normaal. Echt niet normaal. Ja, heel cool, maar ik voel hem niet meer. Maar wel echt een beetje nostalgie, hoor. Wel weer nostalgie. Ja, iets van challenges. Cool, claim. Nog steeds geluiden, XP dingen. Cool, cool, cool. Ja, grappig. Competitive. Nou, nee, dank je. Maar heel cool, heel cool. Nou, wel leuk, leuk om dat weer te zien. Old school. Old school, pretty cool. Wow, er is gewoon een thumbnail. Yo, Affitate, Jarno. Wat heb je gemaakt, gast? Kijk dan, hij heeft te snel even een thumbnail gefixt voor de live. Voor de Tony Hawk. Kijk deze. Was dit de thumbnail net? Of stuur je die echt pas net? 21.39, wat is het nu? Oh ja, hij stuurt hem net. Geniaal. Lachen, man. Dat is toch hier voor 5 minuten, dat is altijd met remakes. Ja, ik ben er nu al wel weer klaar mee, moet ik zeggen, hoor. Ik ga hem ook wel terugsturen, zo van... was leuk, maar nee, bedankt. Maar wel cool. Het is cool dat ze het doen. Maar niet meer mijn ding. Maar goed. Dat terzijds. Yo, hey, thanks voor de €2,49, €2,50 superchat. Dankjewel, man. Thanks, bro. Tekken tag. Nu die car mechanic. Nou, ik ga er nu vandoor. En dan zie ik jullie morgen met FC24 samen met Kaak. Om 19:30. If you don't mind. Dus. Morgen 19:30. Voor een nieuwe livestream. FC24 met Kaak. Dankjewel voor jullie support. Dankjewel voor jullie donaties. Voor jullie lid worden. Mees, dankjewel voor de 1 euro donatie. Ik zie jou. Dankjewel, bro. En tot morgen. 19:30. Hier. Op youtube.nl/MilanKnol. En morgen om 3:00 een nieuwe video van de weekvlog. Dus dat wordt weer lachen. Ik ben automonteur voor een dag. Ik ga met papieren vliegtuigjes kutten. Ik ga met een guy die alles op zijn kin kan balanceren. Ga ik lopen kutten. Dat wil je zien. Morgen 3:00 video hier live op dit kanaal. Wordt sick. En daarna livestream. Let's go. Dus graag iedereen. Bedankt dat jullie er waren. Gezellig. Doei.